kijkt naar mijn nieuwe vlog. Het is even geleden dat ik voor het laatst gevlogd heb, omdat we het super druk hadden bij mij op stage bij Boca do Sao. En we hebben weer super veel mensen geholpen aan een stage hier. En die komen allemaal op begin februari of sommigen zelfs al eind januari deze kant op. En ik vind het echt onwijs leuk dat ik al deze lieve en leuke mensen heb geholpen bij het vinden van hun stage en huisvesting en vervoer en geholpen met een vergunning. En ja, ik kijk ernaar uit om deze mensen allemaal hier op het eiland te zien. Het is voor mijzelf wel aftellen, want dat ik hier al een tijd zit en al deze mensen heb geholpen, betekent dat ik hier ja, eigenlijk al een tijd ben. 3 maanden inmiddels. Ja, deze vlog staat ook in het teken van de feestdagen. Inmiddels is het 3 december en dat betekent dat Sinterklaas om de hoek staat. Ja, Sinterklaas wordt hier ook gevierd. En eigenlijk echt super gezellig en overal vind je Pieten en Sinterklaas door de stad. Deze vlog staat ook in het teken van de feestdagen. Inmiddels is het 3 december en dat betekent dat Sinterklaas om de hoek staat. Ja, Sinterklaas wordt hier ook gevierd. En eigenlijk echt super gezellig en overal vind je Pieten en Sinterklaas door de stad en in veel winkelcentra en overal vind je kenmerken terug van Sinterklaas. Maar ook kerst wordt hier groot gevierd, komt natuurlijk ook om de hoek en we hebben al wat leuke kerstversiering inmiddels bij ons in het appartement en in het studentenhuis zijn er een hoop mensen die kerstlichtjes hebben aangeschaft en dat is wel super gezellig. Mag krassen. Dat moet ik nog steeds doen, maar ik hoop het eind van deze maand miljonair te zijn. Dat zou leuk zijn. Nee, waar zonder dolle. Ja, superleuke maand natuurlijk. Ook wel weer heel lastig, omdat ik het zonder mijn familie vier hier. Die komen helaas deze maand niet langs. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel studenten hier die het zonder hun familie vieren. En het maakt het ook weer hartstikke leuk om dit een keer te vieren met je vrienden die ik die je hier ontmoet. Inmiddels ben ik hier 3 maanden, dus ik heb iedereen goed leren kennen. We zijn echt een hele echte groep geworden. Ik kom er net achter dat de hoofdprijs 100.000 euro is, dus miljonair word ik sowieso niet. En als het zo doorgaat met de kaarsen die ik kras, dan win ik 50 euro. Nou, ook helemaal leuk. In deze vlog ga ik jullie wat meer vertellen over het leven hier echt. Vaak wordt ons de vraag gesteld door studenten of ze hier op het eiland een auto nodig hebben. Het antwoord is ja. Een auto of in ieder geval een scooter, maar je hebt echt een vervoersmiddel nodig. En ik zou je niet aanraden om 's avonds op de scooter naar buiten te gaan. Met de auto kan het natuurlijk wel gewoon, maar je hebt er echt eentje nodig om je van A naar B te brengen. Tanken gaat hier anders dan in Nederland. In Nederland ga je eigenlijk vaak eerst tanken en dan pas ga je betalen. Dus dan kijk je gewoon hoeveel er in je tank past. Hier op Curaçao moet je eerst betalen en zeg je dus hoeveel gulden je graag aan benzine wil. En daarna kun je tanken. Mocht je nou te veel hebben gezegd dat je in je tank wil en het past er niet meer in, dan kun je daarna de rest van je geld gewoon weer terugkrijgen. Dus zo werkt het hier. Dus dan een beetje inschatten hoeveel er in je tank past. Maar dat leer je heel snel en dat komt helemaal goed. Supermarkten hier zijn anders dan in Nederland, de meeste. Maar hier hebben we bijvoorbeeld ook gewoon de Albert Heijn. En in de Albert Heijn kun je alle spullen halen die je in de Nederlandse Albert Heijn ook kan halen. Het zijn letterlijk dezelfde spullen. Ook je boodschappen doen in een meer lokale supermarkt. Lekker. En je kan ook bij heel veel kraampjes langs de kant van de weg je avondeten halen. Dat heb je hier veel meer dan in Nederland. Allemaal etensteentjes en takeaway tentjes waar ze super lekkere saté hebben en bami, lumpia's en dat soort dingen. Die je echt voor best wel weinig kan halen. Dus als je niet zoveel zin hebt om te kopen, is dit gewoon een best wel goedkope en makkelijke dag gehad. Leuk dat je weer gekeken hebt naar mijn vlog. Mijn volgende vlog wordt een Q&A vlog. En hierin ga ik al jouw vragen beantwoorden. Dus
Dus hou onze Instagram en Facebook in de gaten. En als wij een bericht posten over de Q&A-vlog, kun je daar al je vragen onder stellen. En dan hoop ik al je vragen te kunnen beantwoorden over Curaçao en alle dingetjes die je maar wil weten. Name it en vraag ze gewoon. En ik hoop dat ik jouw vragen kan beantwoorden. En die zie je dan terug in de volgende vlog. Dus keep your posted en hou de social media van Boku Curaçao in de gaten. Oké.